inbreng van iedereen wordt erkend in het geheel van het erfgoed. Ik ben Hildegard van Genechten. Ik werk als adviseur rond de thema's educatie en participatie bij FARO, het steunpunt voor cultureel erfgoed. En ik werk daar met veel collega's samen rond alle aspecten van het erfgoedwerk. Ik ga vertellen over de verschuiving van kennisoverdracht naar co-creatie. Die verschuiving die kunnen we wel zien eigenlijk in de manier waarop dat erfgoedorganisaties hun rol invullen. Enerzijds zien we de erfgoedorganisaties die eigenlijk vooral vanuit de kennisoverdracht werken en het overdragen van kennis centraal stellen in hun missie. Dat gaat dan van de pure of de zuivere historische kennis over een collectie. Anderzijds zien we ook meer organisaties en werkingen die het belangrijk vinden dat iedereen een inbreng kan doen rond de betekenis die rondom het erfgoed wordt gecreëerd. En die betekenis wordt ook opgebouwd en doorgegeven samen met mensen en gemeenschappen. We kunnen wel stellen dat we steeds meer een werking zien die richting het tweede gaat, waarbij eigenlijk de inbreng van iedereen wordt erkend in het geheel van het erfgoedwerk. Dat wil niet zeggen dat kennis niet meer belangrijk is. Dat is en blijft uiteraard een heel belangrijke functie in het erfgoedwerk. Maar de manier waarop dat ermee wordt omgegaan, de manier waarop het wordt doorgegeven, verandert wel. Of we zien er alleszins veel meer variatie in komen. En ook experiment. Bijvoorbeeld in een museumcontext zien we naast de klassieke gidsenopleiding, waarbij een gids heel veel kennis deelt met zijn publiek, zien we ook veel meer vormen ontstaan van bemiddeling, waarbij echt het gesprek en de dialoog met het publiek wordt aangegaan en waarbij dan mensen ook allemaal hun eigen betekenis kunnen vastknopen aan de dingen. Maar wil je nog meer achtergrond en voorbeelden rond deze verschuiving, dan nodig ik je graag uit op de sessie.